echt een neiging om altijd, als ik ergens zit, om dan aantekeningen te maken. Maar ik weet van jou al dat dat niet de bedoeling is. Dus ik zit hier een soort van... ik voel me totaal een soort van onthand of zo. Het is niet verboden om aantekeningen te maken. Het kan een tijdje helpen om in de mind, gewoon te zwemmen in de mind. En het geeft al een gigantische vreugde. Als je dat in één mensenleven al haalt. Dat je zeg maar via je mind steeds weer die vreugde, dat is waar hij het eigenlijk ook les over heeft. Via de mind kun je de hele tijd ontdekken dat het mind niet werkt hier. En dat is gek, want alles wat faalt in ons leven geeft treurnis. Of een soort faalgevoel. Van shit. Maar deze mislukking is so joyful. want je voelt daarin dat je totaal gedragen wordt. Ja, er is geen terug. Er is niet eens een terugval. Het is... Ja, het is ook zo ingewikkeld om het te vertellen. En dat is dus precies waar ik steeds naar toe zoek ga. En eigenlijk kom ik steeds weer aan en gewoon in mond. En luister en geniet er gewoon van dat het zo is. Alexander Smit die zei van, als puber, dan kreeg ik vaak te horen van, gedraag je man. Want hij had heel erg ADHD. Hè? Dus gedraag je, dan zei hij. Ik ga me niet gedragen, ik word gedragen. Ja. Mooi. Ja, dat is het. Je draagt ergens in. Ja. Ik verkoop hier totaal gebakken luchten. Dus hier gebeurt helemaal niks. Maar het is ook tegelijkertijd chirurgisch werk. En dan, ik heb voor jou een specifieke reactie, maar voor jou ook. Dat, voor jou, hè? Als je voelt van dit onderwerp, dat is voor mij prioriteit in mijn leven. Dat is het enige huwelijk, dat is je enige perfect love. Als je daarin zakt, dan kun je echt beginnen met liefde geven eigenlijk voor de eerste keer. Want daarvoor is alles steeds besmet met je eigen kinderpijn. Er zit dan een lichte manipulatie in je uitreiken naar de wereld. Ik ga nu heel snel, durf gewoon, ik weet niet hoe jou, want ik ken je nog helemaal niet. Lukt het jou om een half uur gewoon te zitten? Of ga je dan? Nou, dan is heb ik al een mobieltje gepakt. Of dan heb ik wel een laptop of een bak koffie. Okay. Of dan voor jou, hè? Heel specifiek voor jou, hè? Probeer een kwartier elke dag te zitten. En gewoon met intentie van mijn mobiel raak ik niet aan. En je hebt geen afspraken, ik weet niet hoe je thuissituatie is, maar ga desnoods op de slaapkamer zitten. Niet liggen. Zitten. Rug recht. En gewoon alleen maar dat. En dan alles is welkom. Dus elke gedachte, elk gevoel, elk oordeel, de innerlijke fascist en de innerlijke moeder Teresa, alles mag daar zijn.